Dat is een beetje juist goed gekeurd. Yo, YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe vlog. Jee, oef. Deze wordt moeilijk. Dit wordt een van de moeilijkste vlogs die ik ooit heb gemaakt in heel mijn leven. Kijk, jullie denken nu daar rijden komt of zo. En die rijden is er ook, maar dat is fucked up. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien waarin ik dus uitging en zo. Ik ben 2 keer uitgegaan in 1 dag dus. Eigenlijk, als je het zo bekijkt. En ik kon mijn video gisteravond dus niet bewerken omdat ik zo laat thuis was. Dus ik moest dat vandaag doen. Maar ik was maar wakker om 3 uur. Dus het is nu 6 uur en ik begin met deze vlog. Ja, dat wordt nachtvloggen. En ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Maar het probleem is wanneer de fuck moet ik dan deze vlog editen? Dat is zo de vraag dat ik mezelf nu stel, maar nah. Het is nu 6:15. Ik heb net mijn nieuwe video online gezet. Dan steek je fucking veel werk in een leuke video en wordt je video gewoon gedemonetized. Snap je? Het kan me geen zak schelen als ik nu veel geld verdien met een video. Of nee, eigenlijk niet. Wat fuck zeg ik? Snap je? Ik doe het niet voor het geld, maar geld is wel leuk en ik heb het ook nodig om te leven. Dus YouTube, er was niks onvriendelijk aan die video. Ik bedoel, ik was aangevallen en ik had het gefilmd en ik heb zelf al mijn scheldwoorden uit die video geblipt. Fix, alsjeblieft jullie shit, doe iets! Anders begin ik met upload. De Daily Motion. Oké, ja, het is nu dus bijna 7 uur. Ik ga ontbijten en aan de dag beginnen. It's a beautiful day. Dikke vette peace. De zon schijnt en de lucht is blauw. Teletubbies, kom maar. Oh, ach, kut. Let's do this. Oké, ik ontbijt vandaag om 6:55 met de krant. Leuk. Mijn ontbijt bestaat uit soep dat ik heb gekocht in de winkel. Met deze twee dingetjes. Ik had dit vroeger ook altijd. Is fucking nice. Ja. Oh, fuck. Ik weet als ik straks ga douchen dat ik uit de douche ga komen en dat donker ga zijn. Dat is fucked up. Maar oké. Ik wil cornflakes eten, maar de cornflakes zijn op. What the fuck. En ik zie ook dat al mijn vlogs gedemonetized zijn. Dus dat ik gewoon nog geen cent heb verdiend met mijn vlogs. Misschien moet ik een campagne doen. Nope. Ik ga gewoon iets anders doen. Ik ga mijn eigen sokken verkopen. Chill. Heel veel mensen reageren op mijn video. Goed dat je telefoon kapot is. Nu kan je een iPhone X kopen. Nee. Ik heb geen geld voor de iPhone X. Ik voel jullie vrij om geld te doneren zodat ik iPhone X kan kopen. Maar ik kan geen iPhone X kopen, dus niet denken dat. Oké. Ook heel veel mensen zeggen, je maakt je video's 10 minuten. Zodat, nee, YouTube gooit geen ads op mijn video's. Omdat ze niet kindvriendelijk zijn. Kijk, wat de fuck is er hier niet kindvriendelijk aan? Ik weet het ook niet. Zeg mij waar niet kindvriendelijk is aan mijn vlogs. Ik weet het zelf ook, maar... Vandaag ga ik niet skateboarden. Ik bedoel, het is 7 uur en ik moet nog douchen en ik moet nog alles doen. En dan moet ik nog naar buiten om te nacht vloggen of zo. Ladies and gentlemen, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan, want ik steek wel veel werk in deze dagelijkse vlogs. Laten we beginnen aan deze dag met, weet ik veel, een speech. Het leven draait niet om geld, maar geld is wel, het enige wat je kan doen en dan heb je dat nodig om te leven. Dus ik weet niet, iedereen moet gewoon geld verdienen op zijn eigen manier en ik verdien nu geld op mijn eigen manier. Door geen geld te verdienen, dat is mijn manier om geld te verdienen. Ik heb een nieuwe tandenborstel. Het is tijd om te douchen. Fuck man, wat is dit allemaal? Ga iets cool doen. Kijk, ik vind het altijd leuk om te douchen in het donker. Dus soms doe ik zo het licht uit. En dan douche ik gewoon zo, snap je, zonder licht. Dat is een beetje onhandig. Daarvoor gebruik ik soms dit ding. Dit is zo'n ding die licht geeft. En dan kan je zo nacht douchen zonder licht. Zo woe. Dan stop je gewoon dit ding aan. Dan heb je lampje. Dit is fucking nice. Dit is chill. Nou, zo sta ik weer hier waar ik elke avond eigenlijk mijn vlog eindig. En nu gewoon in de avond mijn vlog begin. Maar oké. Zoals ik had voorspeld, ik ben uit de douche gekomen en ja. Ik bedoel, oordeel zelf. Ja, het is donker. Fucked up. Ik ga nu Chinees halen. Want ik moet nog middag eten. Het is wel bijna. Het is nu 8:30 hè. En ik moet ook iets opbiechten. Ik heb gelogen tegen jullie. Ik had nog nooit met het licht uitgedoucht en die lamp daar gezet. Het was de allereerste keer en ik kan zeggen, het is nice. Douchen zonder licht. Dus, gewoon het water veel te warm zetten dat je zo ook fucked up bent. Dus ik ga nu Chinees halen. Outfit of the day. Ik heb die rode Umbero sweatshirt aan. Ik heb deze Fred Perry jacka weer al aan. What the fuck. Ik heb mijn old school Spitfire rugzak. Oh, nice. Ik weet niet of jullie daar iets van zagen, want dat was echt raar. Ik heb mijn Pata tracksuit broek aan. Yeah. En ik heb gewoon mijn witte Air Force aan, oké. Ze zijn wel een beetje vuil, maar fuck dit. Mijn haar is lang aan het worden. Ik denk dat het nog steeds is om naar de kapper te gaan, maar ik weet niet wat. Dit is dus die plek waar ik de vorige keer zei dat ik niet moest komen s'nachts. Maar zoals jullie zien, er is hier niet echt beweging. Blankenberg is gewoon dood, zoals altijd. Ik wil ook een beetje vloggen op de fiets, maar bedoel... Je ziet geen fok. Ik bedoel, jullie zien mij amper, denk ik. Of misschien wel een klein beetje. Maar kijk, het is gewoon jammer. Het is jammer dat het al winter is en dat het zo vroeg donker wordt en shit. Hey, Sid. Niet denken dat ik die kinderen heb gevraagd om dat te roepen of zo. Misschien wel.
Maar het is niet zo, ik heb dat niet gedaan. Ja, de ambulance, nice. Kijk, dit is een nieuwe station. Er is een zwembad op dat dak. Als jullie de video goed liken, dan ga ik wel eens inbreken in dat hotel om gratis te zwemmen in het zwembad. Dus woe, let's do that. Kijk, daar is de Chinees. Dat gele lampje is de fucking Chinees. En daar ga ik lekker eten kopen. Ik hoop daar nog. Ik hoop dat het open is, anders ben ik wel de lul, maar oké. En hier is het beste café om uit te gaan van de oude mensen in Blankenbergen. Café de Metro! Shoutout Metro! Er is hier ook een nachtwinkel waar ik nog nooit ben geweest. Ze verkopen hier Kara. Hey, Kara! Ik ben geript, ik heb geen Chinees, want die Chinees staat vol. En ik moest nog een uur wachten voor ik kon bestellen, dus ik zei... Yeah. Heb ik drie keuzes, want ik heb een beperkt budget. Dus snap je, ik moet tactisch kiezen wat ik ga kopen. Dus nu kan ik kiezen tussen rare pizza die wel goedkoop is, of Chinees of frietjes. En er is iemand bij mij komen staan. Oh, sorry. Ja. Alles goed? Sorry, hè. Beetje dronken? Nee, niet dronken. Heb je nog een sigaret voor mij? Ja, het gaat pizza worden, want ik heb door dat ik echt heel weinig geld heb. De mevrouw die net bij mij kwam staan, daar heb ik maar één verklaring voor. Dat is het typische Blankenberg waar is. Dus hij is kerk. Pizza, nice. Ik ben speciaal bij een winkel gaan staan, omdat hij hier licht is. Hey bitches. Ik heb een pizza gekocht met ananas. Dus het is pizza Hawaii. En ik weet dat er heel veel mensen echt iets hebben aan die pizza. Maar snap je, ik vind die lekker. Ik heb schaad. Most satisfying moment of the evening when you open up the pizza. Oh shit, oh. Oh fuck. Oh. Deze pizza is heel cheesy. What the fuck, man. Wil je ook een stukje? Ik krijg geen stukje. What the fuck. Oké, maar niet denken dat ik hier bij de Brandano ben komen staan in middle of nowhere om hier alleen een pizza op te eten. Omdat ik zei dat ik ging nachtvloggen. Eigenlijk is dat wel zo, maar. Ik ga nog eens zoomen, maar ik weet niet of ik dat kan filmen. Nu sta ik hier wel heel skeer, maar. Ja. Deze pizza is goed gekeurd. Echt nice. Ik heb net genoeg gehaald met, dus chill. Ik ga nu naar een Mattie's huis. Daar ga ik niks filmen. Misschien wel, waarschijnlijk niet. Echt een goede pizza, what the fuck. Nice, het is nu 9 uur denk ik. Ik ga naar... En zo ben ik weer thuis. Het is momenteel 7 voor 1 en ik ben alleen thuis. Altijd, nice. Yeah. Ik weet niet of jullie weten wat de situatie is op dit moment, maar er staat hier weer iemand fucking strak. Ik meen het, ik ben niet aan het lachen. We gaan even dit beest lokken. Kom. Kom, waar ben je? Kijk, normaal als ik dit toe kom, mijn kat, snap je? Maar ik weet niet waar hij is. Kijk, als hij nu niet komt, dan ga ik je piemel er nu al afsnijden. Ah, daar is hij. Nice. Hey, kleine aap. Wat ben je aan het doen? Kijk, nu gaat het wel werken. Zie je de oortjes? Ik zie ze wel. Daar is hij. De tijger. Welke drugs gebruik jij deze rare op deze oortjes? Dit is een jongetje. Voor de mensen die het niet volledig begrijpen, mijn kat is een jongen en hij doet soms heel gek op oortjes. En hij neemt ook veel zijn eigen start en zo, dus what are you doing, little boy? Hij kan ook heel hoog springen. Toon je kunstje met deze dingen. Pak ze. Pak ze. Kijk, het is echt hoog. Maar soms springt hij er dan naar en dan springt hij heel hard tegen de deur. Pak de draadjes. Ik denk niet dat hij er zin in heeft. Hij is wel dik aan het worden. Wow, je hebt al een dikke kont, dude. Ja. Wow, daar ging hij. Daar ging hij. Voor de rest weet ik niet wat ik nog ga doen. Misschien nog een beetje Rick en Morty kijken. Oh fuck, ik voel beweging. Hij is hier weer. Hij is net onder de stoel geglipt. Who the fuck is dat? Wie is dit? Er is zo te zeggen dat je maakt als er iemand vraagt, yo, are you smoking that weed? En dan kijk ik gewoon zo, yeah man, I'm smoking that. Dat wil ik even kwijt, dames en heren. Nu ga ik gewoon nog een beetje Rick en Morty kijken, dus let's fucking do this. Hello? Can you guys hear me? Is this microphone on? Hello? Ik heb net echt 3 uur Rick en Morty gekeken. Niet dat ik het nog niet allemaal heb gezien, maar ik ben het gewoon opnieuw aan het kijken. Vandaag is dus zo een van die dagen waar ik geen hol, maar echt geen fuck heb gedaan. Omdat ik zo 2 dagen achter elkaar naar buiten ben geweest, naar een feestje ben geweest. Dat was misschien een minder slim idee als ik wist dat ik elke dag ging vloggen, maar oké. Dat is gewoon een van die dagen waar ik gewoon eens niks heb gedaan. En de kans dat deze vlog niet online is gekomen is ook groot. Dan gaan jullie nooit weten dat dit online is gekomen. En ben ik nu gewoon tegen mezelf aan het praten. Hallo. Dat is goed. Stel, er is wel online gekomen, dan moet ik dus gedacht hebben tijdens het editen dat dit wel bruikbaar was. Zo niet, ja, dan zien jullie dit ook niet en dan zijn dit geen echte bestanden. Ik weet niet waarom ik dit elke keer zag, maar oké. Het is nu momenteel 3:09. Ik ga morgen proberen vroeger op te staan, vroeger te vloggen. En gewoon de vlogtijden in de ochtend en dan gewoon te beginnen met vloggen in de middag of zo. Met de dag dat ik vlog, begin ik meer en meer respect te krijgen. Ja, mama, ik ga stil zijn.
Hey, met de dag dat ik vlog kreeg, qua elke keer meer en meer respectvol en zo dan. Heel raar. Qua edit hij veel minder aan video's en zo en plakt hij gewoon dingen achter elkaar en zo. Ik weet niet eens of hij zelf edit, maar oké. Okay. Het gaat voor mij gewoon om het editen, snap je? Elke dag filmen wat je doet is niet zo moeilijk. Het is het editen, ik weet niet waar ik het editen moet plaatsen. Ik kan nu s'nachts editen, dat is zo één van de dingen. Of s'morgens, maar ik sta niet vroeg genoeg op om dat te doen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je die leuk? Smash je zeker duimpje omhoog. Ik ben Isit. Ik weet niet of deze video online gekomen is. En misschien wel. Ik ben het nog niet zeker, dan ga ik morgenochtend beslissen. Ik ga nu Bye. Slippen.